Goed, we hebben zo net gezien hoe we een programmeerblok moeten aanmaken, programmeerblok verkeerslichten. Ik heb dat nog een klein beetje aangepast. Ik ga ook mijn MBOT-programma even aanpassen. Namelijk, ik ga het programma maar laten starten nadat er op een knop gedrukt wordt. Dus ik voeg het blok wacht tot toe. Dan ga ik naar mijn blokken van de MBOT en daar zoek ik het blok. Onboard button is ingedrukt. Met andere woorden, het programma zal wachten tot ik de knop op mijn MBOT indruk. Dan laat ik het programma verkeerslichten starten. En als dat programma verkeerslichten afgelopen is, dan wil ik dat de ledjes van de MBOT uitgaan. Dus ik voeg dan nog even toe. Zo. Zet alle ledjes op het bord op 0. Voilà, mijn programma is klaar. Dan kan ik dat programma nu gaan uploaden. Op welke manier gaan we dit doen? Ik kijk nog even of mijn MBOT verbonden is. Dit is het geval, want dat staat hier in het groen. Dan klik ik op de knop Code Upload. Dan verschijnt het volgende scherm en kan ik hier kiezen voor Upload naar Arduino. Het programma wordt gecompileerd. En vervolgens gaat het upgeload worden naar de MBOT. Als de balk volledig volgelopen is, dan komt hij in het groen te staan, wat het bewijs is dat het programma op de MBOT staat. Voilà, het uploaden is voltooid. Ah, interessant. Er verschijnt onmiddellijk de boodschap Upload firmware. Hoe kunnen we dat gaan doen? Wel heel eenvoudig. Als we klikken op de knop Verbonden, zien we hier staan Update firmware. Gaan we de firmware voor de M-blok gaan updaten, dan gaan we dat gewoon doen door te klikken op For M-blok. Voilà. Ja, de verbinding was even verbroken, dus we kiezen terug voor USB. We verbinden.